Besef, als je zo'n hele grote kerstman koopt, dan is de kerstboom dan in en dan schroef ik die hier gewoon vast. Hola! Een Tesla opladen is normaal super makkelijk, maar bij ons ging het natuurlijk weer fout. Goedemorgen dames en heren, welkom weer in een gloednieuwe vlog. We zijn heerlijk wakker geworden bij Boor thuis en we staan hier nu bij Boor om en opa voor de kerstboom. Want die willen we vandaag dus eigenlijk ingraven, want dat hebben we gisteren is niet gelukt. Dus we zijn nu aan het kijken naar die stam, we kunnen die niet zo diep ingraven, dat is het probleem. Dus we gaan nu eens naar een kerstwinkel. Mm-hmm. En dan gaan we kijken voor een voet waar we de boom kunnen inzetten. Misschien is dat handiger, dus let's go. We gaan weer even lekker kerst shoppen. Yes. Allee, ik film en dat stopt. How about a song to get you into the holiday spirit? Wie koopt zo'n dingen, hè? Besef, als je zo'n hele grote kerstman koopt, dan is het constant te bewegen. Maar goed, we zijn er. Laten we naar binnen gaan. Ja, zo ja. Zo, dames en heren. We zijn weer terug. Ik heb natuurlijk niet gefilmd welke cadeautjes we gekocht hebben. Want dan verklap ik het al voor de rest. Maar we zijn nu terug thuis. We hebben geen voet gevonden voor dit. Maar ik ben er nu zelf een aan het maken. Dus kom dit eens even opmeten. Want ik ben dus zelf iets aan het knutselen. Even kijken hoe dik die stam is. 9,5 centimeter. En dan maak ik daarvoor iets rond. En dan kunnen we die erin zetten. En dan maak ik gewoon zelf mijn eigen kerstboomvoet. En voilà, mijn zelfgemaakte kerstboomstand. Cool, hè? Maar heel mooi, laat het zien. Ik heb dus gewoon een paar planken daar een pikkel mee gemaakt. Dan heb ik deze plankjes gevonden. En daar kan die kerstboom dan in en dan schroef ik die hier gewoon vast, langs de zijkanten. Dan staat die goed vast. Goed, hè? Dat gaan we nu doen. Dat gaan we nu doen. Hier sta ik dan. En Sanne gaat de kerstboom halen. De nieuwe toom daar gaat afkomen. Dat is echt een grote boom. Oh. Wauw! Kijk hoe groot die is. Heel goed. Pas hem ertussen. En kijk eens aan. Het staat. Het staat. Mega groot. Maar we gaan het toch nog wel verstevigen. Het is al een heel constructie hier beneden. Maar het hout is een beetje nat en zacht. Dus het, ja, het is niet zo stevig meer. Dus we gaan het nog wel verstevigen met zo'n plankjes. Zoals je hier al ziet. En dan zal die wel blijven staan, hè? Ja, dan gaan we ze openknippen. Ja, dan gaan we ze inderdaad eens openknippen. En, we zijn ook hoog, ja, inderdaad. Maar goed, let's go. Daar gaan we, mensen. We gaan hem open snijden. Ik heb een ladder erbij gepakt. Best nog moeilijk. Ja. Oh, mijn handen heb ik al. Ik ben echt benieuwd. Hola. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is een soort spinnenweb. Oh, het blijft wel goed staan, moet ik zeggen. Daar komt de boom. Dit ziet er echt grappig uit. Hoe dat klein stukje daar boven al zo. Ja, ja. Komt-ie. Blij ziet je er niet uit. Ja, zeker. Volgens mij gaat hij wel op onze ladder vallen. Wauw. Is nog een beetje stijf. Ja, dit is het kerstboom, mensen. Ja, hij is zo wel stijf. Voilà, haal de ballen. Dit is hem. Het is wel echt groot, hè. En dat heel net. Voilà. Wauw. Nee, we moeten hem nog een beetje open doen. Ga jij dat doen? Wauw. Gaat hij zelf openvallen, maar je kunt hem toch een beetje helpen. Dat is moeilijk. Ja, maar hij is al beter dan ik. Yes, dames en heren. Jullie zien het, we zitten even in de auto. We hebben de boom opgezet en nu gaan we die even laten zakken. Zodat we zo meteen de kerstballen erin kunnen hangen. En in de tussentijd gaan wij even deze auto opladen. Dit is een Tesla, want die hebben we morgen nodig voor iets superleuk. Waar ik echt al weken naar uitkijk. Want... Mijn papa komt! Yes, uw papa en uw stiefmama die komen af. Dus dat wordt superleuk. Dus die moeten we morgen gaan halen op de luchthaven. En... Is het warm niet? Ja, het is warm hier. Daarom gaan we deze auto even opladen, zodat we die morgen... Oh, hier komt de lichten. Heb jij daar zo gezet? Nee. Zodat we die morgen dus goed kunnen gaan ophalen. Yes.
Nou, daar zijn we dan. Bij al de rest, er staan nog superveel Tesla's op te laden. En wij nu ook. En ondertussen zijn we hier gewoon even een vlog aan het kijken van Enzo. Want dat kan gewoon allemaal. Dus ja, want we moeten toch wachten. Sorry. Bo wordt gewoon moe van in deze auto te zitten. Mijn stoelverwarming staat op. Ja, ik heb ook stoelverwarming aanstaan. Super chill. Die man langs ons ziet je ook niet wat die man aan het. Maar een Tesla opladen is normaal super makkelijk. Maar bij ons ging het natuurlijk weer fout. Want wij stonden daar waar nu nog iemand staat. Maar, oei, staat nog iemand. Die paal werkt dus niet meer. Dus ik die kabel ingestoken, begint die Tesla gewoon niet op te laden. Ja. Dus toen moesten we verplaatsen. Ik ga het even zeggen, ja. Die werkt niet meer. Nee, die paal werkt niet. Ja, dat zei dus net een man ook tegen mij. Die was ook komen zeggen, want anders had ik dat waarschijnlijk nog 10 keer geprobeerd of zo. Maar nu zijn we dus aan het laden en... oh, je zit aan het morsen. Gaat fout weer dit. En zelfs is die weer vol en dan kunnen we weer naar huis. En dan gaan we verder met de kerstboom te versieren, denk ik. Hè? Als er nog tijd is. We zullen zien, want Bo moet ook naar de tandarts. Trouwens mensen, deze auto is gewoon van Boer opa en oma. Dus daarom hebben we die even mee. Het is iets handiger om morgen Boer papa te gaan halen aan de luchthaven. En hiermee hebben we trouwens ook de video opgenomen van dat we de Tesla gingen testritten. Dat was ook een hele leuke video. Toen stonden we ook hier. Toen stonden we daar waar we gingen laden. Maar die paal is dus nu kapot, die daar. Dat was ook een hele leuke video. En... ja, nu staat weer op te laden. Heb je zin in morgen? Ja, wel zin. Ik ook. Ik kijk er echt naar uit. Ik vind het zo fijn. We hebben daar toch wel iets leuks gehaald. Ja, we zijn dus straks nog cadeautjes gaan halen bij de kerstwinkel. Zoals jullie zagen. Of ja, zoals jullie niet zagen, want dat ga ik natuurlijk niet laten zien, dan verklap ik het al. Ja, dat is niet geen kerstwinkel, hè. Ja, dat is eigenlijk een bloemenwinkel, maar nu staan daar ook heel veel kerstdingen. En dat was leuk. En morgen hebben we dus kerstfeestje eigenlijk al met Boer papa. Omdat hij dus in Spanje woont en die komt dit weekend even af om samen met ons kerst te vieren. Ja, leuk hè? Leuk hè, kijk er echt naar uit. En dan komen de echte kerstdagen er nog aan. Het gaat een drukke periode worden. Mm-hmm. Volgende week is al kerst. Inderdaad. Blijkbaar, ik wist het ook niet. Volgende week. Ja, ik wist het nu omdat jij het nu zegt. Volgende weekend zeggen ze. Is dat? Ja. Ik even kijken. Ah, wow, joh. Volgende week zondag is het al kerstavond. Ja. Ik ga bij mijn mama vieren. Uh-huh. Ja, altijd leuk zo'n kerstperiode vind ik. Feestjes, lekker eten. En dan nieuwjaar, ook super veel zin in. En dan in januari zit je in een dood gat. Ja, januari is altijd wel heel dood inderdaad. Dan gebeurt er niet veel. Gaat de tijd heel traag. Ja, pas op, ik vond dat dit jaar januari. Ja, maar we zaten in Spanje toen. Ja, maar het is toch wel een snelle maand geweest. En het jaar daarvoor ook al, vond ik. Maar inderdaad ook een snel jaar. Het is gewoon alweer voorbij. 2024 staat voor de deur. Mooi hè? Can you believe it? I can't believe it. Dit spel, dames en heren, 2048. Dat heeft Bo zoveel gespeeld, ook op het vliegtuig naar Dubai. Dat kon je daar ook gewoon. Ja? Kan ik een flashback doen daarvan? Ja, want ik heb daar een beeld laten komen, denk ik. Oké, als jullie een flashback willen en als ik die nog vind, dan zien jullie die nu. Bo is al spelletjes aan het spelen. Dat is echt mijn favoriete spel. Dat staat er gewoon op. Maar dat speelt Bo dus superveel, 2048. En dan kon je dus op het vliegtuig ook spelen. En maar jij werkt er ook goed in. Ik heb dat ook eigenlijk echt lang gespeeld. Maar ik denk dat jij dat bijna 5 uur van de 6 uur vliegen hebt gespeeld. Ja, dat is waar. Maar het is ook wel een heel leuk spelletje. Je moet zo al die dingen bijeen doen. En dan telt dat op. We kunnen dus hier ook spelen. Ondertussen zijn we trouwens bijna een uur verder en zijn we bijna vol, bijna opgeladen. Het was helemaal plat, dus of bijna helemaal. Dus we kunnen er zo meteen weer vandoor. Jullie zien het goed. Ik heb mijn koptelefoon aan, want ik heb even geëdit. En ondertussen is Bo naar de tandarts geweest. En ik heb even lekker gewerkt op mijn laptop. En nu, wat zit je nu aan het doen? Pakketjes aan het inpakken. Ja. En ik ben klaar. Alles is ingepakt. Alles daarom dat ik ook nu pas film. Oh, kijk, mooi. Kijk of alles gaat passen. Ja, dat hebben we wel er straks gekocht. Dat kunnen we wel laten zien, hè? Ja, want toch pas morgen gewoon. Kijk, dit inderdaad, de vlog komt morgen pas online. Dan zien ze het waarschijnlijk al. Maar dit is een super grote tas. Kijk hoe vet het is. Wacht even naast mij. Kijk. Dankzij is dat we niet zo. Alhoewel. Maar ja. ik ben bijna 2 meter. Kijk hoe groot het is. Oké, geen 2 meter, maar 1,88 meter of zo. Oh. Maar hier gaan dus alle cadeautjes in, zoals deze hier. Daar staan er nog, dus die gaan we allemaal hierin steken. En dat is toch super schattig? Ja, schattig, dat is gewoon cool. Kijk dit dan. Die hebben we daar straks gekocht. Maar hoe was het bij de tandarts? Alles goed? Ja. Top. De auto was dus volledig opgeladen en die hebben we dan even teruggebracht. Morgen gaan we die weer ophalen en dan gaan we gewoon Sammy halen. Kijk er zo naar uit. Sammy en Evi. Die komen met z'n tweetjes af en ze wordt weer lachen. Kunnen we meenemen naar het kerstfeestje? Als jullie niet weten wie Sammy en Evi zijn, zou ik even zeggen, check de vlogs van Dubai. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten, want die zijn echt lachen. Maar goed, kijk echt uit naar morgen. Met al de cadeautjes en zo, wordt het leuk om ze af te geven. Zeg eens tegen de mensen, wat hebben we met de kerstboom gedaan? Opgezet. Ja, maar we gaan hem nog niet versieren, want daar hebben we vandaag niet zoveel tijd voor. Dus die moeten we nog eens een
een andere dag, misschien morgen, dat we die gaan versieren. Maar natuurlijk, het is niet onze kerstboom. Nee, het is van, maar, dat heb ik toch al verteld, dat dat van die oma en opa is. Ja, wij helpen die dus om die op te zetten, want... Zwaar. Dat is een grote boom, dus... Maar goed, mensen, wij gaan nu slapen. Want we moeten uitgerust zijn om morgen naar de luchthaven te rijden. Zoveel zin in. Dus mensen, ik check jullie morgen weer. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur. En een goede vlog. Doei.